Duurzame logistiek voor ons bedrijf betekent dat wij steeds beter gaan inspelen op alle milieuproblematiek die in de wereld aan de orde is. Als we dat niet doen, dan hebben wij als een logistieke dienstverlener, als de transportonderneming, een groot probleem. Wij hebben meegedaan aan het Lean and Green project omdat wij een heel mooi, innovatief en duurzaam idee hebben bedacht voor de distributie van mengvoeders. Dat houdt in het kort in dat wij op alle silo's die bij de agrarische ondernemingen staan, dat wij daar een meetsysteem op zetten, zodat we op afstand de inhoud kunnen lezen. En daardoor kunnen wij een optimale planning bedenken. En de besparing daarvan is zeker 10%, zo niet 12%. En voor onze 70 auto's die hierin actief zijn, betekent dit een besparing van zo'n 1 miljoen kilo CO2. De toekomst voor een bedrijf als het onze is dat wij proberen om zoveel mogelijk kilometers van de weg af te halen. Dat betekent dat wij steeds meer over sporen en over het water doen. Ons motto als van oorspronkelijk een wegvervoerder is weg van de weg, waar dat maar kan. En daarnaast zijn er allerlei andere mogelijkheden. Dus de belading gaat minder kilometers maken, dus minder lege kilometers maken. En proberen zo optimaal mogelijk de wagens te vullen. Dat is echt een uitgangspunt waar we met z'n allen nog veel kunnen verbeteren.